Goedendag, ik ben Romana Netteer-Meijer. Ik ben internist endocrinoloog in het Radboud UMC in Nijmegen. Ik zie op mijn spreekuur veel patiënten met schildklierziektes en ik ga vandaag een presentatie houden over samen beslissen. Samen beslissen voor patiënten met schildklierziektes. Ik vind dit een belangrijk en actueel onderwerp, omdat samen beslissen mijns inziens een onmisbaar onderdeel is van de zorg. Ik zal het vandaag hebben over wat samen beslissen inhoudt, waarom en hoe wij samen beslissen in de praktijk gaan toepassen. Ik zal ook een aantal voorbeelden van ziektebeelden en hoe samen beslissen een plaats kan krijgen bij de behandeling van patiënten met de betreffende ziektebeelden. En ik zal een aantal tips geven hoe u als patiënt zich kan voorbereiden op een samen beslissen gesprek, zodat deze op de juiste manier plaatsvindt. Samen beslissen begint met empowerment. Nou, empowerment betekent letterlijk iemand tot iets in staat stellen. Nou, daarmee kan diegene die empowered wordt krachtiger en zelfbewuster optreden. Nou, empowerment is dus een proces waarbij mensen of groepen mensen meer invloed krijgen over gebeurtenissen, situaties die belangrijk voor hen zijn. Vaak is dat in de praktijk een soort balans zoeken tussen macht en onmacht. Zoals de titel ook luidt van dit mooie boek van Edgar Eekman. Edgar Eekman is een expert op het gebied van communicatie. En met dit boek maakt zich sterk voor patient empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie tussen arts en patiënt. Samen beslissen is één vorm van patiëntenparticipatie. En patiëntenparticipatie betekent eigenlijk het benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten en of van hun naasten voor alles wat de zorg beter kan maken. Nou, er zijn heel veel voorbeelden van patiëntenparticipatie. Bijvoorbeeld projecten voor inrichting, voor organisatie van de zorg, voor kwaliteit van de zorg, voor onderzoek, onderwijs en dergelijke. Door patiëntenparticipatie wordt de zorg ook patiëntgerichter gemaakt. Een mooi voorbeeld is het document die gepubliceerd is door de patiëntenvereniging Schildklierorganisatie Nederland, waarin zij haar visie over hoe expertzorg voor schildklierkanker in Nederland georganiseerd wordt. Er zijn veel vormen van patiëntenparticipatie, waaronder informeren, raadplegen, adviseren, co-produceren, zelf beheren en dus ook meebeslissen of samen beslissen. Dus samen beslissen is in feite een vorm van patiëntenparticipatie. Er zijn heel veel definities van samen beslissen, maar een van de meest complete vind ik deze. Samen beslissen is in feite een benadering waarbij artsen en patiënten het best beschikbare bewijsmateriaal delen waarin zij voor de taak staan beslissingen te nemen. En daarbij worden de patiënten ondersteund door de zorgverleners om opties te overwegen om uiteindelijk tot een geïnformeerde voorkeur te komen. Er zijn altijd twee partners in samen beslissen. Enerzijds heb je de patiënt die ervaringsdeskundige is op wat voor hem of haar belangrijk is. Anderzijds heb je de zorgverlener of de arts die expert is op het gebied van onderzoeken, diagnostische testen, behandelingen en dergelijke. En bij samen beslissen komen deze twee partners bij elkaar en delen en bundelen zeg maar, deze expertise, zodat zij samen tot een besluit komen. Samen beslissen is bijna altijd geschikt, maar komt voornamelijk van toepassing als het gaat over voorkeursgevoelige beslissingen. Dus als er bijvoorbeeld meer dan één behandeloptie is, of als er onduidelijk bewijs is voor de ene optie boven de andere, of als er verschillende risico's of voordelen zijn van de verschillende behandelingsmogelijkheden, maar ook wanneer individuele waarden van belang zijn. Voor besluitvorming maken we gebruik van richtlijnen. En richtlijnen die bevatten aanbevelingen die gemaakt zijn op grond van bewijsvoering. Dus dat die behandeloptie effectief is met beperkte risico's en complicaties bijvoorbeeld voor de patiënt. Dan komt er een sterke aanbeveling in de richtlijn te staan. En dat betekent eigenlijk dat deze aanbeveling toegepast kan worden bij eigenlijk de meeste patiënten in vrijwel alle situaties. Wanneer er onvoldoende
of de studies die er zijn van onvoldoende kwaliteit zijn of onvoldoende zijn, studies zijn die voor een bepaalde behandelopties, dan komt een zwakke aanbeveling in de richtlijn te staan. En dat betekent eigenlijk dat de beste actie verschillend kan zijn, afhankelijk van de situatie en de waarden van de patiënten. En een andere optie kan ook gelijkwaardig zijn. In zo'n situatie kan het beste samen beslissen toegepast worden. En als laatste, het moeilijkste wordt wanneer in de richtlijn geen aanbeveling gedaan wordt over een bepaald onderwerp, omdat er onvoldoende studies zijn over dat onderwerp. Hè. Dus dat betekent eigenlijk, we hebben niet genoeg kennis om een aanbeveling te formuleren. En in deze situatie geeft de arts een advies op basis van zijn of haar eigen expertise. Nou, in zo'n situatie kan samen beslissen ook toegepast worden. Nou, er zijn veel modellen van besluitvorming. Deze modellen verschillen van elkaar met betrekking tot de mate waarin de patiënt en de arts invloed en verantwoordelijkheid delen in dit proces. Nou, aan het ene uiteinde heb je de zogenaamde paternalistische besluitvorming. Hè. Dus in zo'n situatie besluit de arts wat er gaat gebeuren en de patiënt heeft daar weinig invloed op. Aan het andere uiteinde heb je de geïnformeerde besluitvorming. Daarin is de patiënt heel actief. De patiënt heeft zich geïnformeerd, ingelezen in de materie en die besluit wat er moet gebeuren. En de arts heeft daar heel weinig inbreng in. Nou, u kunt zich wel voorstellen, geen van beide is wenselijk in de praktijk. En het beste is wanneer die twee bij elkaar komen en samen tot een besluit komen. Dus samen in dezelfde mate invloed en verantwoordelijkheid delen. Dat is samen beslissen. Samen beslissen heeft heel veel gunstige gevolgen. Hè? Dus patiënten zijn meer betrokken bij hun behandeling. Dus ze zijn meer tevreden over de behandeling. Ze zijn ook minder onzeker over de beslissing en minder angstig. En dit leidt natuurlijk vaak in de praktijk tot een betere kwaliteit van leven. En daar doen we het voor. Samen beslissen doen we in de praktijk op een systematische manier, op een vaste manier. Allereerst, het begint in feite met de arts die in feite in het gesprek aangeeft dat een besluit genomen moet worden. En dat dat besluit in feite samen genomen moet worden door de patiënt en de zorgverlener. Daarnaast legt de arts of de zorgverlener wat de mogelijkheden zijn, wat de voordelen en de risico's zijn van elke optie. En als laatste nodigt de zorgverlener de patiënt uit om aan te geven wat voor hem of haar belangrijk is, zodat ze samen uiteindelijk deze informatie ook mee kunnen nemen bij het nemen van het besluit. En in dit proces wordt naar elkaar geluisterd, wordt veel wikken en wegen gedaan, zodat de voorkeuren van de patiënt, maar ook de perspectieven van de arts en de patiënt aan de orde komen. Helaas blijkt het in de praktijk dat hoewel de meeste artsen graag samen beslissen willen doen, dat het niet altijd op de juiste manier gedaan wordt. In een onderzoek dat gedaan is bij de Nederlandse artsen, waarin Ellen Driever, die ook gepromoveerd is op dit onderwerp, heel veel gesprekken onderzocht heeft tussen de artsen en patiënten in Nederlandse ziekenhuizen, blijkt dat slechts 58% van de artsen deed mee aan samen beslissen. En helaas, 1/3 van deze artsen deden samen beslissen in de vorm van een paternalistische, op een paternalistische wijze. Wel bespraak 92% van de artsen wel opties met voor- en nadelen, maar slechts 45% van de artsen gaven aan dat een besluit moet genomen worden. En slechts 1/3 vroegen hoe de patiënt in de besluitvorming betrokken wilde worden. Er is dus veel ruimte voor verbetering. In Nederland doen we sinds een paar jaar aan de campagne Samen Beslissen. In de Samen Beslissen campagne worden eigenlijk ook tips gegeven voor zowel de zorgverleners als voor de patiënten over hoe je je kan voorbereiden en hoe je de Samen Beslissen beter kan doen in de praktijk. We doen Samen Beslissen eigenlijk in 4 stappen en hier worden die 4 stappen uitgelegd. Allereerst, weet dat je als patiënt dat je een keuze hebt. Daarnaast is het belangrijk dat je die keuzes, die opties, verschillende opties met de zorgverlener bespreekt. Als derde moet er ruimte zijn om jouw voorkeur aan te geven. Dus het is belangrijk dat je dat doet in het gesprek.
En uiteindelijk, dus de vierde stap is om samen met je zorgverlener een keuze te maken. Ook voor de artsen zijn praatkaartjes die ze kunnen gebruiken om het samenbeslissen gesprek beter te gaan doen of toe te passen in de praktijk. Daar staan ook bijvoorbeeld voorbeeldzinnen die je kan gebruiken in het gesprek. Zodat alle stappen in feite van samenbeslissen gewoon goed doorgelopen worden. Helaas is samenbeslissen nog geen routine. Er komt nog meer bij kijken. Want er zijn veel belemmeringen. En de belemmeringen hebben te maken met kenmerken van de patiënt, met de kenmerken van de arts, met het soort beslissing, met de sociale context, met organisatorische en financiële aspecten, regelgeving en dergelijke. Dus we hebben nog veel te verbeteren. Ik zal nu een aantal voorbeelden willen geven van ziektebeelden in de endocrinologie, dus op het gebied van schildklierziekten. Waarin samenbeslissen aan de orde komt. Om te beginnen, patiënten met een hyperthyreoïdie, een te snel werkende schildklier. Daar moet je een keuze maken tussen een behandeling met medicijnen of een behandeling met radioactief jodium of een operatie van de schildklier. En in dit proces moet je gewoon rekening houden met allerlei persoonlijke factoren. Bijvoorbeeld dus of iemand zwanger is of zwanger wil worden op de korte termijn. Als iemand bijvoorbeeld met de ziekte van Graves oogziekte van Graves heeft. Of er sprake is van een hele grote struma. Ook als het gaat over kiezen voor, als je kiest dat voor een behandeling met medicatie, heb je een keuze tussen bijvoorbeeld dus het block-and-replace therapie of titratiemethode. Dus in de block-and-replace worden schildklierremmende medicatie voorgeschreven in combinatie met schildklierhormoontabletten. Bij de titratiemethode wordt alleen maar schildklierremmende medicatie in een wisselende dosering afhankelijk van de bloeduitslagen. Dat laatste wordt bijvoorbeeld vaker toegepast bij vrouwen die zwanger zijn of die zwanger willen worden. Ook bij patiënten met knobbels in de schildklier of met een struma zijn verschillende mogelijkheden voor behandeling. Allereerst, als de struma klein is, als de patiënt daar geen last van heeft, is een behandeling niet altijd nodig. Aan de andere kant, als de patiënt veel klachten ondervindt van de struma, bijvoorbeeld doordat de struma op de luchtpijpen of op de slokdarm drukt en of deze vernauwt, dan is een behandeling wel nodig. Nou, als een behandeling nodig is, dan moet je gewoon weer kiezen tussen een operatie, een behandeling met radioactief jodium, een behandeling middels radiofrequente ablatie of een injectie met alcohol. En ook hier spelen persoonlijke factoren een rol in. Het wordt nog ingewikkelder als je gewoon een struma hebt en een te snel werkende schildklier. Nou, in zo'n situatie moet de arts samen met de patiënt een besluit nemen, met name samen vaststellen wat zijn de doelen voor behandeling. Dus als je bijvoorbeeld een grote struma hebt met veel klachten daarvan, dan moet je gewoon streven bijvoorbeeld naar een reductie, een grote reductie, naar een verslinken van de struma. En in zo'n situatie kies je dan voor hoog gedoseerd radioactief jodium of voor een operatie. Als daarentegen de klachten van hyperthyreoïdie overheersen, dan is het belangrijk dat je gewoon iets doet om de functie van de schildklier te verbeteren, te corrigeren. En in zo'n situatie kies je dan voor een laag gedoseerd radioactief jodium bij een onderdrukte TSH. Bij de patiënten met een hypothyreoïdie, dus een tekort aan schildklierhormoon, kun je kiezen tussen starten of niet starten van de medicatie. Zeker als het gaat over een lichte hypothyreoïdie, bijvoorbeeld een subklinische hypothyreoïdie. Als je kiest om te behandelen, dan is de keuze van tussen welk preparaat, welke dosis. Als er sprake is van dosisaanpassing, dan moet je ook samen beslissen hoe je dat doet en op welk moment je dat doet. En ook daarbij hou je rekening met persoonlijke factoren, bijvoorbeeld dus een kinderwens, een zwangerschap, leeftijd van de patiënt. Thyreoïditis, een schildklierontsteking, is meestal een onschuldige aandoening die vanzelf overgaat. Maar sommige patiënten kunnen daar last van krijgen. Ook in zo'n situatie is het belangrijk dat je gewoon samen met de arts beslist, dus wanneer je een behandeling gaat opstarten, welke behandeling, bijvoorbeeld ontstekingsremmende medicatie, het starten van beta-blokker, als er sprake is van van hartkloppingen met een snelle hartslag, wel of niet starten met schildklierhormoon in de periode dat een te traag werkende schildklier kan ontstaan als een fase van de ontsteking van de schildklier. Dan ook beslissen met welke preparaat ga je starten, met welke dosis. En vergeet niet dat deze medicatie ook op een gegeven moment gestopt kan worden op proef. Bijvoorbeeld als deze schildklierontsteking optreedt na een zwangerschap, de zogenaamde postpartum thyreoïditis.
Bij de patiënten met oogziekte van Graves moet je dan ook rekening houden met dus de actieve fase of uitgebluste fase van de oogziekte van Graves. En ook met de ernst van de ziekte. Dus als de ontsteking mild is, dan kies je meestal voor bijvoorbeeld ondersteunende maatregelen. Bijvoorbeeld kunsttranen, oogdruppels, ooggels of zalven. Het dragen van een zonnebril of selenium. Als er sprake is van een matig ernstige ziekte, dan kies je voor prednisonbehandeling in de vorm van pillen of injecties. En als er sprake is van matig of zeer ernstig ziekte van oogziekte van Graves, kun je kiezen voor bestraling of een infuus met prednison of zelfs voor een operatie. Als de ontsteking uitgeblust is, dan kun je kiezen voor opereren als er sprake is nog van restklachten of helemaal niets doen als de klachten over zijn. Samen beslissen kan ook toegepast worden bij patiënten met schildklierkanker. Bijvoorbeeld als er sprake is van een hele kleine tumor, kleiner dan 1 centimeter, wordt meestal gekozen voor verwijdering van de helft van de schildklier. Maar ook afwachten, niks doen en vervolgen middels een echo is een optie die tegenwoordig in veel landen bij veel patiënten wordt toegepast. Als de tumor klein is, beperkt is tot de schildklier en zonder er geen aanwijzingen zijn voor bijvoorbeeld lymfeklieruitzaaiingen of afstandsmetastase, dan kun je ook kiezen voor bijvoorbeeld verwijdering van de hele schildklier, aangevuld met radioactief jodiumbehandeling, wat eigenlijk de standaardbehandeling is op dit moment. Maar je kan ook kiezen voor het verwijdering van de helft van de schildklier. Bij patiënten die schildklierkanker hebben met uitgezaaide ziekte en bij wie de ziekte langzaam progressief is, kun je kiezen voor het starten van een doelgerichte therapie of juist het uitstellen van het starten van deze doelgerichte therapie. Er zijn dus verschillende keuzes mogelijk. Het is ook gebleken dat de hoeveelheid informatie en de manier waarop de informatie wordt gegeven aan de patiënten, dat ook belangrijk is voor de besluitvorming. Zo is bijvoorbeeld bij patiënten met schildklierkanker met kleine tumoren gebleken dat zij, wanneer zij de keuze krijgen tussen een echografische controle of een operatie, 70-84% van de patiënten kiest voor een controle. Ook wanneer zij de keuze krijgen tussen verwijdering van de helft van de schildklier of de hele schildklier, kiezen de meeste patiënten voor een minder uitgebreide operatie, zolang de kans op een tweede operatie kleiner is dan 30%. De manier waarop je de informatie presenteert is ook belangrijk. Want er is gebleken dat meer patiënten kiezen voor verwijdering van de hele schildklier dan voor verwijdering van de helft van de schildklier als het woord kanker in het informatieformulier staat in plaats van een vervangend woord. Dus bijvoorbeeld een knobbel of een tumor. Dus het woord kanker heeft toch wel een hele belangrijke emotionele lading. En dat blijkt ook uit het boek van Anke van Haften, Hoe de kanker bestaat niet, waarin zij haar ervaring beschrijft, dus met het stellen van de diagnose kanker en de behandeling daarvan. Het krijgen van volledige informatie helpt ook bij het verkrijgen van meer zelfredzaamheid, dus bij de meeste patiënten en ook bij het nemen van de beslissing. En ook voor meer tevredenheid over de uiteindelijke beslissing. Om samen beslissen beter te kunnen doen, hebben we ook hulpmiddelen. Allereerst is het belangrijk dat de patiënten toegang krijgen tot duidelijke en betrouwbare informatiebronnen. En zo kun je deze informatie bijvoorbeeld kiezen op de website van de patiëntenvereniging, op thuisarts.nl, op ziekenhuiswebsites. Je kan ook brochures vinden of er zijn ook factsheets, er zijn ook praatkaarten en allerlei andere bronnen die hier in deze dia worden weergegeven. Daarnaast bestaan ook andere instrumenten, bijvoorbeeld klachtenlijsten voor hyper- of hypothyreoïdie die ontwikkeld zijn door de patiëntenvereniging. Daarnaast hebben we hypowoordenboek, die zal ik ook zo meteen laten zien, die recent is ook ontwikkeld door de patiëntenvereniging. Er zijn ook keuzehulpen die in ontwikkeling zijn voor patiënten met schildklierkanker en voor de patiënten met de ziekte van Graves. En ook andere materialen, bijvoorbeeld dus de kwaliteit van leven in kaart.
Het is ook fijn om ervaring uit te wisselen, hè? Dus met lotgenootcontacten. Hè? Dus er is ook een besloten Facebookgroep. Er zijn ervaringsverhalen die in woord en beeld die vaak verschijnen. Hè? Dus op de publicaties en op de website van de patiëntenvereniging. Er zijn ook veel contactmomenten. Bijvoorbeeld tijdens de lotgenotenbijeenkomsten, maar ook de schildkliertelefoon. Hulpmiddelen voor samenbeslissen helpen. We weten dat de patiënten die de hulpmiddelen gebruiken of hebben gebruikt, meer kennis over de ziekte krijgen. Ze kunnen de risico-inschatting beter doen. Dus de risicobeleving is ook realistischer. Meer patiënten kiezen vaak ook dan voor een optie die overeenkomt met hun waarden. Ze zijn ook minder onzeker over de beslissing. De patiënten zijn dan ook minder passief in de besluitvorming en ze blijven minder vaak onbeslist na een gesprek. De patiënten zijn ook over het algemeen meer tevreden over de beslissing, over het besluitvormingsproces, maar ook over de voorbereiding op het besluitvorming. Hulpmiddelen voor samenbeslissen helpen ook, hè, dus in specifieke situaties. Hè. Dus bijvoorbeeld hè, dus voor de patiënten die in aanmerking komen voor een electieve, hè, dus een geplande operatie, nou kiezen vaker voor expectatief of voor een meer conservatieve optie in plaats van een grote operatie. Ook mindere patiënten blijken te kiezen voor onnodige screening. Denk aan screening, de PSA-screening voor prostaatkanker. Met betrekking tot de duur van de polybezoek, hè, dus daar is men soms bezorgd over dat het gewoon langer kan duren als je de samenbeslissinggesprek uitvoeren. Nou, blijkt dit eigenlijk ook niet het geval te zijn. In een studie waarin men op een rij heeft gezet, 13 studies waarin de duur van de polybezoek is onderzocht bij mensen die hulpmiddelen gebruikt hebben voor samen beslissen, blijkt dat in 9 van de studies de duur van de polybezoek ongeveer gelijk is, of korter in 1 van de studies, en slechts in 3 onderzoeken blijkt deze langer te zijn. Dus de gesprekken variëren in feite van 4,5 minuten korter tot 10 minuten langer. En er zijn ook andere uitkomsten, maar die zijn wisselend afhankelijk van de ziektebeeld en zijn niet algemeen van toepassing. Een aantal voorbeelden van hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden in Nederland of die in ontwikkeling zijn in Nederland. Allereerst de hypowoordenboek. Het is soms heel moeilijk om de juiste woorden te kiezen om over je klachten te praten. Het hypowoordenboek, die recent is ontwikkeld door de patiëntenvereniging in samenwerking met Hogeschool Utrecht, waaraan meer dan 1000 patiënten hebben bijgedragen door hun klachten te beschrijven, kan je helpen om je klachten te verwoorden. Nou, er worden allerlei thema's bijvoorbeeld uitgewerkt, hè, dus waaronder vermoeidheid, geheugen, concentratie, emotioneel, spieren en gewrichtsklachten, gewicht en darmwerking. Dat zijn eigenlijk de meest voorkomende klachten bij patiënten met een hypothyreoïdie. Daarnaast zijn keuzehulpmiddelen voor de ziekte van Graves in ontwikkeling en die zullen binnenkort ook beschikbaar gesteld worden. Waarin bijvoorbeeld informatie staat over de ziekte van Graves, over de verschillende behandelingen, over de voor- en de nadelen van de verschillende opties, een vergelijking tussen de behandelingen. Over vragen over je eigen situaties. En je ontvangt eigenlijk ook informatie over de behandeling die het beste bij jouw situatie past. Voor schildklierkanker zijn we ook al een tijdje bezig met het ontwikkelen van keuzehulpinstrumenten. We doen dat in het kader van de COMBO-studie. Rosalie Koot, de onderzoeker die ook promotieonderzoek op dit onderwerp doet, die heeft focusgroep interviews georganiseerd. Die heeft ook communicatietraining voor artsen georganiseerd. En zij hebben samen met haar onderzoeksteam keuzehulpinstrumenten ontwikkeld voor patiënten met schildklierkanker. Voor 2 besluitmomenten. Voor de mensen met laag risico schildklierkanker en voor de patiënten met uitgebreide gevorderde ziekte. Momenteel worden deze keuzehulpinstrumenten getoetst in een landelijke studie. En u ziet hier hoe zo'n keuzehulpinstrument eruit ziet. Het is een web-based instrument waarin je ook informatie kan krijgen over schildklierkanker, over de mogelijke behandelingen, de uitkomsten en de risico's van de verschillende mogelijkheden, vergelijking van de behandelingen. En je krijgt ook de mogelijkheid om je kennis te toetsen, om zeker te weten dat alles, dat de informatie goed begrepen is. En er is ook veel ruimte voor de waarde van de patiënt, of vragen over de waarde van de patiënten. Heel veel ziekenhuizen doen mee met de campagne Samen Beslissen.
Dit is een voorbeeld hoe wij in het Radboud daaraan meedoen. Er staan op onze website bijvoorbeeld mooie films waarin je, die je ook kan bekijken en die je kan helpen als patiënt om je voorbereiden op het gesprek met de arts of met andere zorgverlener. Er staan ook tips, bijvoorbeeld de 3 goede vragen die je mee kan nemen bij het gesprek. Wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de voor- en de nadelen van die mogelijkheden? Wat betekent dat in mijn situaties? En er staan ook links naar betrouwbare sites die je ook kan bezoeken om je voor te bereiden op dat gesprek. Nou, hier wil ik het bij laten. Ik hoop dat u deze presentatie informatief heeft gevonden en ik hoop dat u deze informatie kan gebruiken om een goed gesprek met uw arts te kunnen beginnen. Dank u. Dokter Nithea, we praten over het thema samen beslissen. Wat voor ons als Schildklierorganisatie Nederland natuurlijk een ongelooflijk belangrijk onderwerp is. Daarin speelt vooral de patiëntenparticipatie. En waarom is dat nou zo specifiek belangrijk? Nou, patiëntenparticipatie maakt de zorg beter en patiëntgerichter. En daarom vind ik het gewoon een essentieel onderdeel in feite van de organisatie van de zorg. En wij weten dat u dat heel belangrijk vindt, er ook extra veel aandacht aan geeft. Een van de dingen die ik me dan kan voorstellen is wat wij vaak terug horen van patiënten met een hypothyreoïdie die bij de huisarts komen en ondanks hun waarden, die dan referentiewaarden zijn oké, zich absoluut niet goed voelen. En zij worden dan doorgestuurd, als ze dat ook zelf uiteraard zouden willen, naar bijvoorbeeld u. En hoe gaat u daarmee om op dat moment? Hoe is dan het thema samen beslissen van toepassing? Nou, ik denk dat het belangrijk is om allereerst bespreekbaar te maken waar we het over hebben. Hè. Dus we hebben het over hoe iemand zich voelt en hoe de bloeduitslagen zijn. Kijk, bloeduitslagen kunnen goed zijn, maar binnen de normale gebied. Hè, dus van de bloeduitslagen bestaat altijd de mogelijkheid om bijvoorbeeld de medicatie aan te passen. Hè, dus hoger of lager te zetten, zolang je in ieder geval binnen die veilige marges blijft. Dus daar is wel spelingsruimte voor. En ik denk natuurlijk, hè, dus is het allerbelangrijkste dat je begint met het goed specificeren van de klachten. Hè, dus waar gaat het eigenlijk over? Hè, dus ik heb klachten. Nee, wat voor klachten heb ik? Wat zijn de beperkingen die ik ondervind? In hoeverre en hoe uit dit zich? In het dagelijks leven. Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen dat er geen andere oorzaak is voor die klachten. Dus uitsluiten van mogelijke oorzaken. En als die oorzaken zijn uitgesloten, hè, dus dan kunnen we gewoon samen kijken, hè, dus wat we kunnen verbeteren en waar we en hoe we dit in de praktijk kunnen doen. Soms gaat het over een aanpassing van de medicatie, soms gaat het over bijvoorbeeld een advies om bijvoorbeeld een soort multidisciplinaire aanpak te doen, een programma, een revalidatieprogramma of dit soort zaken. Dus alles kan besproken worden met de patiënt, maar je moet gewoon samen de doelen stellen en samen kijken wat je daaraan kan doen. Ja, ik vind het ook wel heel interessant dat ook vooral voor ons die erkenning, hè, dat er patiënten zijn die zich echt niet goed voelen en heel graag een oplossing willen. En dan dat ook in een gesprek met u als specialist. Maar dan wordt er wel gezegd van ja, die gesprekken die duren dan veel langer. Of zou dat niet allemaal veel duurder zijn als we daar uitgebreid aandacht aan zouden besteden? Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, soms. Hè, dus de ene beslist makkelijker dan de andere. Hè, dus sommige gesprekken duren langer dan de andere. Je moet, je moet daar rekening mee houden. Iedereen is het anders. Hè, dus de ene patiënt heeft meer uitleg nodig dan de andere. En die ruimte moet er zijn. Soms loopt mijn spreekuur ook uit door deze gesprekken. Maar ik denk dat het gaat. Mijn zin is niet zozeer over hoe lang je over deze zaken praat, maar vooral hè, dus hoe je daarover praat. Hè, dus over hoe je de vragen formuleert. Dus het gaat over een goed gesprek. Ja, een mooie uitspraak van u was niet langer, maar beter praten daarin. Ja, ja. Ja, heel mooi. Maar ja, ook daar zijn we heel blij mee als patiëntenorganisatie. Ja, ik vind het heel fijn om te horen uit de mond van u als specialist dat u zegt van ik wil echt horen wat uw behoeftes zijn en wat dan de mogelijkheden zijn. En samen komen we tot een plan wat hopelijk gaat zorgen dat u zich beter voelt. Want die kwaliteit van leven wordt natuurlijk vaak genoemd. In hoeverre komt in zo'n gesprek ook
Bijvoorbeeld hoe iemand zijn werk eruit ziet, hoe iemand zijn relatie uitziet ter sprake. Spelen dat soort factoren mee? Ik denk het zeker. Hè? Dus dat is eigenlijk standaard onderdeel van het eerste gesprek die je hebt met de patiënt. Dus je probeert in je eerste gesprek niet alleen maar erachter te komen, hè? Dus wat voor klachten de patiënt heeft, maar ook hoe de patiënt in zijn leven staat. Hè? Dus wat is zijn of haar persoonlijke situatie. Hè, dus welke werk iemand doet, hè, dus of iemand bijvoorbeeld hobby's doet. Hè, dus dat is natuurlijk ook belangrijk dat de mensen dat moeten blijven kunnen blijven doen. Of de patiënten kinderen hebben, of de patiënten kinderwensen hebben. Dus dit soort zaken komen eigenlijk standaard aan bod in het eerste gesprek al. Ja, heel belangrijk. Hè. Zo'n zinnetje wat ook terugkomt vaak van ik wil graag horen wat voor u belangrijk is, dat wordt duidelijk hier meegenomen in het gesprek. We hebben het ook gehad over verschillende behandelingen. Het ligt natuurlijk aan welke aandoening met de schildklier er speelt. Als ik bijvoorbeeld een voorbeeld neem van ik heb een tumor tussen de 0 en 1 centimeter, dan zijn er verschillende behandelingen mogelijk. En hoe kijkt u daar dan tegenaan? Wat voor factoren spelen mee in een beslissing voor die patiënt? Het is belangrijk om naar de situatie van de patiënt te kijken. Naar wat de patiënt zelf hiervan vindt. Ik vraag het altijd. Het is eigenlijk bijna een standaardvraag die ik stel aan de patiënt. Wat vindt u ervan? He, dus je moet een inschatting maken van hoeveel zorgen iemand zich maakt. Over het hebben van zo'n tumor. En waar de zorgen van de patiënt dan op berusten. He, dus sommige patiënten zijn bang dat ze bijvoorbeeld een uitzaaiing krijgen van een kwaadaardige tumor. Andere patiënten zijn bang dat de tumor groeit en dat ze daar last van krijgen. En als je gewoon boven water kan krijgen waar iemand zich zorgen over maakt, dan kun je gewoon ook een gerichte antwoord geven op die vraag. En de patiënten ook geruststellen of de informatie geven die noodzakelijk is om samen tot een beslissing te komen. Dus dat is eigenlijk. En daarnaast spelen ook andere factoren, dus bijvoorbeeld mogelijke complicaties van bepaalde behandelingen. Hè? Dus een operatie heeft als een mogelijke complicatie een letsel aan de zenuw die zorgt voor het trillen van de stembanden. Hè? Dus daardoor kun je bijvoorbeeld je stem kwijtraken. Nou, stel je voor dat je je stem moet gebruiken, hè? Dus voor je werk. Dus bijvoorbeeld als je leerkracht bent, hè? Dus als je voor de klas moet staan, als je moet zingen. Ook is het maar voor de hobby, is dat wel belangrijk. Ja, en ook heel belangrijk om te weten en te realiseren dat er ook allemaal bij hoort. Ja. Buiten die keuze van even afwachten of opereren op dat moment. Ja. Dokter de Thea, als u met een patiënt in gesprek bent, maakt u gebruik van materialen om iets uit te leggen? We hebben veel materialen beschikbaar voor de patiënten om zaken over de ziekte of complicaties uit te leggen. Hebben we bijvoorbeeld mooie plaatjes die zowel door mij als door onze verpleegkundige consulent in haar gesprekken wordt gebruikt. We maken ook vaak gebruik van filmpjes. Niet alleen maar voor de schildklier bijvoorbeeld, maar ook voor andere ziektebeelden. We maken ook, dus ik maak soms... Neem een kijkje ook op mijn praatkaart. Hè? Dus als het gaat over samen beslissen. We hebben Nederlandse Kankerpatiëntenfederatie. Die heeft een praatkaart ontwikkeld. Speciaal voor de artsen. Waarin bijvoorbeeld alle stappen van samen beslissen worden beschreven. Met aandachtspunten en ook specifieke vragen. En ook de manier waarop je die vragen kan formuleren. Zodat je ervoor zorgt. Hè? Dus dat je bepaalde onderdelen niet vergeten. Dus dan word je in ieder geval bij de les gehouden. Ja, ook op onze website schildklier.nl laten we al die keuzehulpen zien. Ja. Waardoor ook de patiënt zich kan voorbereiden op een bezoek aan ofwel zijn huisarts ofwel zijn specialist. Precies, en onze verpleegkundige die geeft altijd, dus in de informatiegesprek bijvoorbeeld, dus voor de patiënten met schildklierkanker, geeft zij altijd informatiemateriaal, zo'n kaartje aan de patiënten waarop in ieder geval de links staan van betrouwbare websites waarop zij informatie kunnen krijgen over de ziekte, maar ook dus informatie over samen beslissen, over hoe je omgaat met de ziekte en ook een link naar de patiëntenvereniging. Ja, en als patiënten thuiskomen en denken samen, er is me vandaag zoveel verteld, ik weet het niet meer, is er dan iemand die ze kunnen bellen of mailen met nog vragen? Jazeker, dus we hebben altijd een contacttelefoonnummer die we aan de patiënten geven, die de patiënten gewoon iedere dag in feite kunnen bellen. We hebben ook de e-mailcontactgegevens. De patiënten hebben ook via mijn Radboud ook middels een veilige omgeving. Dus kunnen ze mails sturen, ze berichten sturen. Dan krijgen ze ook
een antwoord op acuut, als het gaat over acute vragen, is het advies om te bellen. Als het gaat over vragen die kunnen wachten, dan kunnen zij gewoon een berichtje bijvoorbeeld sturen. Maar we geven ze altijd, hè, dus de naam van de contactpersoon, de hoofdbehandelaar, de case manager, dat is onze verpleegkundige specialist. En sterker nog, wat ik eigenlijk ook, zeker als het gaat over moeilijke beslissingen, moeilijke gesprekken, bied ik ook de kans om de gesprekken op te nemen. Hè. Dus voor eigen gebruik is dat gewoon iets wat sommige patiënten prettig vinden. Zeker als ze het gesprek na willen luisteren. Als we het gesprek na willen luisteren met hun naasten bijvoorbeeld. Hè. Dus als ze daarover willen overleggen. Hè. Dus, en, want we weten vaak, hè, dus dat zeker als het gaat over moeilijke beslissingen, de helft van de informatie wordt kwijtgeraakt. Blijft niet hangen. Ja. Niet hangen, hè. Dus dat is een goede suggestie. En dat tegenwoordig met de telefoon kan bijna iedereen het meteen opnemen. Ja. Dus nee, dat is prettig dat dat mag. Het samen beslissen, ik vind het een prachtige kreet en ik vind het ook heel belangrijk. Maar het is natuurlijk bij de ene keuze veel makkelijker in te zetten dan bij de andere keuze. Hoe ziet u dat? Is het eigenlijk altijd van toepassing? Ik denk dat samen beslissen altijd van toepassing is. Hè? Dus ongeacht hè? Dus, over welke besluit het gaat. Hè? Dus gaat het over een beslissing over bijvoorbeeld het toepassen van diagnostiek. Hè? Dus ik doe dat bijvoorbeeld. Hè? Dus ik gebruik het bijvoorbeeld als het gaat over wel of niet prikken in een schildklier, in een schildklierknobbel. Hè? Dus, mm-hmm. Of je kan het ook toepassen als het gesprek gaat over wel of niet ophogen van de medicatie of juist verlagen van de medicatie. Over hè, dus welke behandeling van toepassing is. Maar ook maar met name hè, dus bij mensen met kanker, hè, zo is samen beslissen eigenlijk ook begonnen voornamelijk. Hè, dus heeft vorm gekregen bij de patiënten met kanker over het algemeen. We hebben het overgenomen hè, dus bij patiënten met schildklierkanker. Maar mijn zinziens is dat van toepassing bij elke patiënt, elk gesprek, maar goed, in een bepaalde mate. Ja. En leert ook elke dokter dat het belangrijk is? Als ik kijk naar de opleiding medicijnen op dit moment? Ja, ik denk dat als je de artsen vraagt, en dat is ook gebleken uit het onderzoek, staat bijna iedereen achter samen beslissen. En vrijwel alle dokters denken dat zij het gewoon heel goed kunnen. Maar wat blijkt, ook uit onderzoek, is dat dat niet het geval is. En mijn zinziens zou samen beslissen of training over samen beslissen een belangrijke rol moeten krijgen in het curriculum van de studenten. Daar is nog te weinig aandacht voor. Het heeft wel meer plek gekregen, bijvoorbeeld in de opleiding van medisch specialisten, vooral bij de oncologische specialiteiten. Huisartsgeneeskunde krijgt ook heel veel training over samen beslissen. En voor ons bijvoorbeeld in ons ziekenhuis wordt ook e-learning materiaal beschikbaar gesteld voor de artsen. En dus het wordt in ieder geval aangeboden. En het is je eigen verantwoordelijkheid om dat te doen. We weten, zeg maar, onze collega's bewuster te maken, ja. Hè, dus over dit belangrijk onderwerp. Ja, dus eigenlijk zegt u van elke arts geeft zelf aan dat hij weet dat het belangrijk is en dat hij het doet. Alleen zeker. De perceptie bij de patiënt aan de andere kant is niet altijd zo. Dus nee, klopt. Daar moet aan gewerkt worden. Dokter Nitea, u weet er al zoveel van en wij weten ook vanuit patiëntenperspectief er heel veel van. Dus samen denk ik dat we al een heel eind op de goede weg zitten en daar ook veel aandacht aan zullen blijven geven. Maar als u nou één goede tip mag geven aan alle patiënten, wat zou je dan als tip geven? Nou, ik zou zeggen, weet en wees bewust dat je altijd een keuze hebt. En maak dit bespreekbaar met je arts. Ja, nou, dat dus lijkt me een hele goede. Begin een goed gesprek. En ook daarvoor staan weer allerlei informatieve overzichten, keuzehulpen, et cetera, op schildklier.nl. Waar we natuurlijk hopen dat alle kijkers en luisteraars vaak naartoe gaan. Dank u wel, dokter Nitea, voor dit gesprek, voor de heleboel informatie die we gekregen hebben. En we hopen elkaar op een ander moment zeker weer te spreken. Dank u wel. U ook bedankt.